30 Minutes, nummer 1447, met een uitzending van vandaag, 22 oktober 2018. Dus het bulletin van maandag, ingesproken met opnieuw een miniatuurkat op schoot. Roderick zit zich uitgebreid te wassen en luistert mee. En heeft een grote interesse voor computers, dat kan ik wel zeggen. Probeert geregeld mee te typen als ik aan het typen ben. En hij kijkt altijd naar alle schermen, of het naar televisie is of computers. En ik zet vaak filmpjes voor me op de computer. En dan is hij zo slim om te kijken naar het scherm wat ernaast staat. Of de dieren die kan zien. Dat zijn vaak vogels of eekhoorns of stripfiguren waar hij naar kijkt. Maar dan kijkt hij naar het andere scherm of ze daar misschien niet tevoorschijn komen. Martine is nog wat slimmer. Die kijkt ook onder de tafel of ze daar niet zitten. Nou, dat een mooi begin voor de Daily Minutes vandaag. Vandaag hebben we deel 20 uit de serie over zelfbouw. En daarnaast een vandaag ingesproken laatste deel. Deel 8 uit de serie over de Duitse krimi. En ook een vandaag ingesproken deel uit de serie over micronaties en soevereiniteit. Namelijk over de Diomedes-eilanden. Dit zijn twee eilanden die slechts 2 kilometer uit elkaar liggen. Met een heel belangrijke, meerdere grenzen ertussen. Dit is een nieuw deel 20 van de serie van de Daily Minutes over zelfbouw. Deel 19 van deze serie is nu ruim een week geleden. Dat was het eerste deel van een verhaal over veiligheid bij de zendhobby. Ik heb het in deel 19 gehad over hoogspanning en over temperaturen. Zowel van te warme onderdelen als van soldeerbouten. En zo zijn er nog wel meer dingen waar je letsel mee kunt oplopen. Een derde gevaar is hoogte. De mannen die op de torens in bijvoorbeeld Hilversum en IJsselstein aan de antennes knutselen, ook die van het hobbyscoopteam, die dienen allemaal gecertificeerd te zijn. Voor die certificering dien je te weten hoe je veilig kunt werken op hoogte en wat voor veiligheidsmiddelen je daarvoor dient te hebben, zoals bijvoorbeeld klimgordels. Ook van belang is dat je vanaf zo'n grote hoogte geen gereedschappen moet laten vallen en dat je maatregelen moet nemen om dat te voorkomen. De situatie bij een amateur thuis is zeker minder gecompliceerd, maar hij is ook met minder regels omgeven. Amateurs gaan daar soms vrij nonchalant mee om, terwijl je ook vanaf de eerste etage een grote kans maakt op letsel, mocht je over een stuk mos op het dak uitglijden en naar beneden vallen. Op het dak moet je daarbij ook nog vaak in een rare houding zitten om dingen vast te draaien, en daarbij moet je je dus voortdurend bewust zijn van de hoogte en hoe je daarmee omgaat. Ik ben geen expert op dat gebied, ik heb zelfs hoogtevrees, maar wat ik wel kan zeggen is dat je je bij dit soort dingen goed vooraf moet informeren en vooral ook dat je je goed moet voorbereiden. Al is het maar om te voorkomen dat je tot 5 keer naar beneden moet omdat je vergeten bent om bepaalde zaken mee naar boven te nemen. Een klimgordel is ook op je eigen dak zeker geen gek idee. Omdat ik niet zo goed in deze materie zit, zijn er misschien nog andere mensen die je daar meer zinnige dingen over kunnen zeggen. Een ander gevaar dat wel eens onderschat wordt is het gevaar van brand. Ik kaartte dat al eerder aan. Een slecht geconstrueerde voeding kan vrij gemakkelijk aanleiding zijn voor brand. Ook dingen die kapot raken of waar door beschadiging een kortsluiting ontstaat, dat kan allemaal aanleiding zijn dat er brand ontstaat. Allereerst moet je brand natuurlijk voorkomen. Daarbij moet je gewoon goed nadenken. Gebruik altijd de correcte zekeringen en als je zelf bouwt, zorg ervoor dat de voedingskabels, op zijn minst de voedingskabels, gezekerd zijn. Die zekering kan ook het beste dichtst bij de bron zitten. Dan is alle voedingskabel daarna veilig in het geval dat er daarbij kortsluiting ontstaat. Ja, het is eigenlijk allemaal een beetje open deur informatie, maar ventilatieopeningen die moet je verder nooit afdekken. Dus geen tijdschrift bovenop een apparaat leggen dat daar zijn warmte kwijt moet. Het is een beetje te vergelijken met toen er nog veel televisies met beeldbuizen waren. Die vlogen opmerkelijk vaak in brand als ze in verzorgingshuizen stonden. De oorzaak hebben we een kleedje over de ventilatieopeningen gelegd. En wat ook al veel voorkwam was dat er een bos bloemen op de tv stond. En dan werd er bij het watergeven niet helemaal goed opgelet, zodat de bloemen zonder water stonden, maar de binnenkant van de televisie dus niet. Behalve het voorkomen ervan moet je ook denken aan middelen voor het geval het misgaat. Het minimum dat je in de check mijns inziens toch wel zou moeten hebben is een fatsoenlijke schuimblusser, of liefst 2 voor het geval er eentje niet blijkt te werken. Daarnaast is een blusdeken zeker ook een goed idee. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken als van iemand de kleding in brand vliegt, maar ook in andere situaties waar je met die deken vlammen kunt doven. Ik plaats zelf verder gewoonlijk een rookmelder in de check en dan meest hoog aan de muur, direct boven waar de apparatuur staat die de meeste warmte ontwikkelt. Waarschijnlijk is verder iedere plek goed, maar als je maar let op wat er in de instructies van de fabrikant staat. Dat laatste is sowieso best belangrijk voor al dit soort dingen. Haal ze niet alleen in huis, maar kijk ook goed hoe je ze moet gebruiken, zodat je niet op het moment dat die dingen nodig zijn nog met vraagtekens staat.
Op zich is het allemaal een kwestie van logisch nadenken natuurlijk. Als je op zolder zit, bouw de boel dan niet zodanig dicht dat je alleen met moeite nog van de apparatuur bij het trapgat kunt komen. Houd daar een soort van brandgang beschikbaar. Kijk bij brandblusmiddelen en dan met name brandblussers ook goed of die voor elektronica geschikt zijn. Ik heb zelf jarenlang poederblussers gehad en nooit hoeven gebruiken overigens, maar die zijn juist heel ongunstig voor elektronica. Het poeder uit de poederblussers kan op printplaten achterblijven, ook na reiniging, en dan nog maanden later problemen geven. De verzekeraars zullen vaak geneigd zijn om zo'n late schade niet te vergoeden, omdat niet eenvoudig vast te stellen is of de oorzaak nu wel of niet die blusser is geweest. Op schuimblussers staat vaak of ze wel of niet geschikt zijn voor elektronica. Het is bij dit onderwerp eigenlijk vooral belangrijk dat het serieus genomen wordt en dat het op de kaart staat. Gebruik je gezond verstand en vraag dingen die je tegenkomt na bij experts als je nog vragen hebt. Er zijn nog meer gevaren in de check. Daar gaan we een volgende keer in deel 21 op in. Het laatste deel 8 uit de serie over de Duitse krimi. Ten slotte is er nog een erg populaire, maar in Nederland niet zo bekende serie met een heel bijzondere achtergrond. Deze serie begon in de periode dat de DDR nog zeer vast in het zadel zat, ging na de val van de muur gewoon door en loopt ook nu nog, tenminste in 2009, en nog altijd Polizeiruf 110, begon in 1971 bij de Oost-Duitse televisie, de DFF. Deze omroep ging vanaf 1972 Fernsehen der DDR heten. De eerste aflevering werd op 27 juni 1971 uitgezonden en was als concurrent bedoeld voor het West-Duitse Tatort. De serie was vrijwel direct in heel Duitsland zeer populair. Polizeiruf 110 nam al snel op de Oost-Duitse tv een bijzondere positie in. Oh, mijn repeater. Ik zal die even uitzetten. Nou, het is toch een beetje een wat lossere uitzending vandaag. Enfin, even kijken. Polizeiruf 110 nam al snel op de Oost-Duitse tv een bijzondere positie in. Het was gedurende de hele Oost-Duitse periode van de serie vrijwel het enige televisieprogramma dat in de Volksrepubliek openlijk aandacht aan allerlei taboe-onderwerpen kon besteden. Dit droeg uiteraard nog extra bij aan de populariteit van het programma. Bij met name allerlei maatschappelijke problemen waren de vrijheid voor de draaiboekschrijvers veel groter dan bij welk ander programma ook. Regelmatig kwamen daarbij zaken als alcoholisme, misbruik van kinderen en verkrachting aan bod. Verder kwamen ook reële misstanden in de Oost-Duitse maatschappij aan de orde, waar verder in het geheel in de heilstaat geen aandacht aan kon worden besteed, zij het dat er in de serie altijd wel een pedagogisch tintje aangegeven werd. Vanaf de Wolf-Biermann-affaire in 1976 werd het in de DDR-politiek een stuk strenger en vanaf dat moment moesten ook de makers van Polizeiruf 110 zich in een smaller kader bewegen, hoewel bovengenoemde onderwerpen ook tijdens en na die tijd nog terug bleven komen. In dezelfde periode moesten enkele al gemaakte afleveringen flink worden ingekort en werd er één aflevering die over het probleem van de woningnood in de DDR handelde geheel gecensureerd. Deze aflevering is pas na de val van de muur voor het eerst uitgezonden. De serie is heel duidelijk anders dan Tatort. Zo kwamen moorden, die bij de meeste andere series het hoofdonderwerp zijn, in de tijd in de DDR relatief weinig voor, in het echt dan. Veel vaker gaat de serie dus over inbraken, afpersing, oplichting, diefstal en jeugdcriminaliteit. Richt Tatort zich vooral op de politiefunctionarissen die de hoofdpersoon zijn. Bij Polizeiruf zijn er vrijwel geen actiescènes en gaat het veel meer om het politiewerk zelf. Ook ligt het accent sterk op de dader en wat diens beweegredenen zijn. Misdrijven vonden daarbij vaak hun oorsprong in drankmisbruik, destijds ook in het echt een groot probleem in de DDR-maatschappij. In de DDR-media werd dit probleem gewoonlijk nogal gebagatelliseerd. Het drankgebruik werd in Polizeiruf 110 gewoon heel openlijk behandeld, maar werd daarentegen nooit goed gepraat of als excuus voor een misdrijf gepresenteerd. Ja, en dan micronaties en soevereiniteit over kleine Diomede en grote Diomede. Een van de meest interessante plekken op de wereldbol die je wat soevereiniteit kunt indenken, ligt zo ongeveer in het midden van de Beringstraat. Dat is de plek waar een uitloper van Rusland slechts 53 kilometer verwijderd is van de Verenigde Staten. Op de betreffende plek, op slechts enkele tientallen kilometers vanaf de Russische en de Amerikaanse kust, liggen de Diomedes-eilanden. Kleine Diomede in het oosten en Grote Diomede westelijk van het andere eiland. De twee eilandjes, respectievelijk 7,3 en 29 vierkante kilometer groot, liggen ongeveer 4 kilometer uit elkaar. Niet alleen loopt op 2 kilometer afstand van beide eilanden door die strook water de landgrens tussen Rusland en de Verenigde Staten, het is tegelijk ook de grens tussen de werelddelen Amerika en Azië. Daarnaast liggen de beide eilandjes ook in verschillende tijdzones met zo'n 20 uur verschil. En daar ligt bovenop nog weer tussen beide eilanden ook de datumgrens, waardoor het op grote Diomede slechts 4 kilometer verderop bijna een etmaal later is dan op kleine Diomede. Oud en nieuw is op het ene eiland ook bijna een dag later dan op het andere.
Big Diomede wordt daarom wel Tomorrow Island genoemd en Little Diomede Yesterday Isle. Tijdens de Koude Oorlog waren de contrasten vanwege met name de landsgrenzen nog veel groter. De grens tussen beide eilanden werd toen wel het ijsgordijn genoemd. Het Amerikaanse kleine Diomede wordt bewoond door 170 Inuit, Eskimo's, de oorspronkelijke bewoners van het eiland, die allemaal in het kleine dorp aan de westkant van het eiland met uitzicht op grote Diomede wonen. De bewoners van het Russische grote Diomede waren vele eeuwen lang ofwel Yupik ofwel Inupiat Eskimo's. Daar zijn de geleerden het niet over eens. Na de Tweede Wereldoorlog moesten deze bewoners van het eiland van Jozef Stalin gedwongen verhuizen om contacten over de grens heen te voorkomen. Het Russische eiland is op een weerstation na nu nog steeds onbewoond. Voor die tijd waren er geregeld contacten over en weer tussen de bewoners van de beide eilanden. Vanwege gewone bezoekjes, familiebezoek, wederzijdse festivals en ook om handel te drijven. Morgen meer over de beide eilandjes. Had je die goede condities nog gehoord? Wat bedoel je? Nou, al die Engelsen op de repeater. Ja, dat was heel opvallend. Ik probeerde nog Engels te praten, maar ik ben er niet zo goed in. Nou ja, let's hope dat er de rest van de week nog wat meer voor ons aankomt. Niet alleen de rest of de week hoor, van mij mag dit de hele zomer zo doorgaan. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Okay, ga jij maar even zetten dan. In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.